Goedemiddag, dames en heren. Parijs is nog ver, maar Brussel verdomd dichtbij. En Brussel is prachtig om vanuit de lucht te bekijken. We krijgen dan plots een nieuwe begintune. We zullen er nu echt aan beginnen, neem ik aan. Zo gaat dat met de Tour. We gaan eens kijken waar we zitten. Van Brussel rijden we naar Spa. Dit wordt een mini-editie van Luik-Bastenaken-Luik genoemd. Misschien een klein beetje overdreven, maar er is wel plaats en ruimte om je te onderscheiden in de finale. Met de drie hellingen van vierde en drie van derde categorie. Aankomst in Spa naar de Col de Stoke, en de Col du Rosier. Er onmiddellijk bij zeggen dat we die twee doen langs de makkelijkste kant. Je zou het ook de slapste kant kunnen noemen, maar goed, al lastig genoeg. Alessandro Petacchi, zou dit de Ronde van Frankrijk van de oudjes worden? Met Armstrong goed in de proloog, Petacchi gisteren goed voor winst in de schaduw van dit atomium. Petacchi, Renshaw, Usoft, McEwen, Ladagnou, Os, Rojas, Knees, Perez. Hier staat Cancellara. Hij ging tegen de vlakte, maar kon wel het podium op ongeschonden. En stond daar netjes te blinken met naast zich onder meer Eddy Merckx. Zo ziet het klassement eruit. Martin, Miller, Armstrong, Thomas, Contador, Ferrer, Leipheimer, Hagen. Zijn de mannen die Cancellara het snelst, het dichtst volgen. Petacchi is de nieuwe groene truidrager. Petacchi die toch wel erg sterk voor de dag kwam in de sprint, ondanks al die valpartijen. Kijk naar het puntentotaal van Renshaw en vooral ook naar dat van Husoft. 26 punten, Husoft, winnaar van Groen vorig jaar. Dit is Tony Martin in de witte trui. Lijkt me een stille, bescheiden jongen. Martin voor Geraint Thomas, dan Boasson Hagen, Mallory, Kreuziger, Corin, Os, Konovalovas, Taramei en Rui Costa. En de strijdlust ging naar Quickstep, naar Wijnands. En Wijnands die kuste aan de andere kant naast Eddy Merckx het lief van Gert Stegemans. Het zal je maar overkomen. En Stegemans is een gauwgenoot, een Limburger, net als de man die daar boven dat trapje stond, Wijnands. En dat maakt dan natuurlijk weer veel goed. We trekken naar Spa, dames en heren. En we verwachten daar toch wel wat van. Hè? We hebben een uitgebreide verkenning gedaan van het parcours. Toch vanaf Stavelot, laten we zeggen, de laatste 30 kilometer. En het wordt prettig om volgen. We trekken dus van Vlaanderen naar Wallonië. Dat wil zeggen dat het steeds heuvelachtiger wordt. En dat we zo meteen gaan beginnen aan de eerste echte helling die ertoe doet. U ziet hier nog naar beelden van Brussel. Brussel uiteraard de startstad. Start die vanmiddag genomen is om 10:50. Dat was voor de deuren vanuit de Koninklijk Paleis. En dan moeten we er een paar plaatjes bij geven van Brussel. Het Berlaymont gebouw en dergelijke. En daar heb je het Koninklijk Paleis. En zie eens hoe mooi de bussen netjes ingebrand zijn. We hebben dat nog eens meegemaakt in de jaren 90. Ook toen een startplaats niet zo ver van deze manneke Pis. Die voor de gelegenheid een gele trui draagt. Het is groot feest voor Eddy, de grootste wielrenner aller tijden. Hij groet nog eens even de man in het geel, Cancellara. En hier een soort van optocht voor de mannen van Omega Pharma Lotto, de thuisrijders, die wellicht gebrand waren op een feestje. Want ik kan nu al verklappen dat ze met twee mee zijn in een vlucht. Voor alweer een pak volk, een optocht vanuit de binnenstad naar de Brusselse rand, waar de zogeheten officiële start zou gegeven worden in Tervuren, waar burgemeester Bruno Eulaerts een feest van 5 dagen gebouwd heeft om deze Tour in te halen en uit te wuiven. In Tervuren weten ze van wanten voor het geven van feestjes. Voilà, hier zijn we op Tervuurse grond en dan wordt de koers op gang geblazen. En dan komt er meteen een poging tot attack, tot aanval. Onmiddellijk de vaart erin. Ik kan u nu al zeggen dat het snel ging van bij de start. Dat ziet u en dat we in het eerste uur liefst 46 per uur
gereden hebben. 46,5. En het tweede uur 46,4. Hier zitten we bij een sprint, een eerste sprint van de dag. En die gaat naar Jurgen Roelands. En dan hebt hij al begrepen dat hij mee zit in een vlucht. Jurgen Roelands haalt daar de punten voor Chavanel en Gavazzi. En nogthans snelle Italiaan. Bevestiging? Jawel, 1 Roelands, 2 Chavanel en 3 Gavazzi. En dan hier. De twee mannen van de Quickstep met Chavanel en Pino. De twee Fransen. Bij Quickstep hebben ze beloofd elke dag in de aanval te gaan. Dat ziet er goed uit. Ze zijn ook mee. Hier Jurgen Roelands. En dan is er nog iemand bij achteraan. Matthew Lloyd van Omega Pharma Lotto. Dus de twee Belgische teams vooraan goed vertegenwoordigd. Hier is Rein Taramé. Dat is toch een man voor het klassement. Maar die kan zich niet bedwingen. Die wil gewoon een stukje hard rijden. En hier is Burkhardt. Tot twee keer toe ritwinnaar in de Ronde van Zwitserland. Burkhardt is in een daverende vorm. Wie is er dan nog bij? Dit is Turgot. Zult u zeggen, waar ken ik die van? Wel, Turgot was de man die in de driedaagse van de pannen ook zeide. Gilbert en Loer draaide door op de grond van Kokzijde Gilbert te verslaan in een natte sprint. Ze hebben een voorsprong van 3 minuten en 15 seconden. Ze trekken de Maas over en ze zijn op 104 kilometer van het einde. Voilà. En nu mag Tom Steels eens uitleggen wat nog allemaal komt. Ja, er komt nog een hele mooie finale aan. Hè. We hebben nog 6 hellingen voor de boeg. Waar de laatste klim, Col de Roger, toch een klim van een zestal kilometer aan 4-5%. Waar de top op 12 kilometer van de aankomst ligt. En waar de renners een hele lastige finale tegemoet gaan. Aan de top is het bijna bergaf tot aan 2 kilometer van de aankomst. Dus het gaat een spannende finale zijn. En blijkbaar is toch ook zeker de controle in het peloton aanwezig. Ze hebben meer gehad, ze zijn niet terug op 3 minuten. Dus ik denk dat we met een gegroepeerd peloton zeker de finale gaan induiken, wat het alleen maar mooi maakt. En toen, bij de verkenning, sprak Tom Steels plots één naam uit. Die lag daar, zomaar uit het niets. Vinokourov. Ja, Vinokourov verwacht ik wel vandaag. Hij is, als winnaar van Luik, Bas Nakeluik, is het parcours op zijn maat geschreven. Dus ik denk dat hij wel iets zal proberen vandaag. Het is aan hem een kans om hier eventueel misschien terug eens voor geel te gaan. Het enige probleem natuurlijk dat hij wel heeft, dat Contador ook in de ploeg zit. En dat dat toch wel de uitgesproken kopman is. Dus inderdaad, mocht hij hier gaan voor ritwinst, dan is dat toch wel al een signaal dat hij toch eerst nog zijn eigen ding zal doen. Deze man lijkt op Cancellara, maar heet Turgot. Dit is Sylvain Chavanel en die komt van heel ver terug. Straks meer daarover. Dit is Gavazzi, Francesco Gavazzi. Burkhardt, pas op hè. Toen die in Zwitserland vertrok op 60 kilometer van het einde uit zo'n vlucht, dacht iedereen, hij is goed zot, maar hij reed wel naar de streep. En won. En dit is Pino. En Pino die was ook al goed in de Ronde van Italië. Dus Quickstep, zoals ik zei, net als gisteren met Wijnands, vol voor de aanval. Ze moeten ook. Wat moeten ze hier anders in de Ronde van Frankrijk? Ja, ze moeten. Hè. Ik denk dat het echt een ploeg is gebouwd met allemaal mensen die perfect in de aanval kunnen gaan. Gisteren Maarten Wijnands, 220 kilometer in de aanval. Vandaag toch 2 van een sterkste pionnen mee op dit parcours. Dus ze houden woord. En dus ook, misschien heeft Maarten gisteren wel de aanzet gegeven ook. En eens dat een ploeg in die winning mood zou ik nog niet zeggen, maar toch in die aanvalsdrift komt, dan ben je toch vertrokken. Oh, ironie. Tweede rit in België. En hoe heet deze code? De Code de France. Is de eerste van 6, Tom? Ja, de eerste van 6. Boven op de top zijn we op 103 kilometer van het einde. Hebben we 98 kilometer afgelegd. Dan begrijpt u dat we niet eens half weg zijn. Ik heb wel vastgesteld dat vrijwel al die etappes van 200 kilometer en meer in het begin van de Tour zitten. Ja. Ze hebben al inderdaad al 4 kilometer voor de boeg. We hebben gisteren een etappe gehad van 220. Vandaag 201, morgen weer 213. Dus het is zeker een heel lastige aanloop naar de Tour. Niet alleen qua kilometers, maar zeker ook qua parcours. Veel variatie. En daar houden we toch van. Ja. Ze hebben op die 3 dagen gaan ze alles krijgen. Gisteren. Lekker band voor Deveneens. Ja. Die gisteren ook al gevallen was. Maar ze hebben inderdaad gisteren een volledig vlak etappe. Vandaag een kleine Luik, Bastenaken-Luik. En morgen een kleine Parijs-Roubaix. Dus ze zijn op. Iedere renner wordt in de eerste 3 dagen op zijn wenken bediend. Nieuwkomers leren snel in de Tour. Hè. Ze hebben heel snel in de mot wat zo'n Tour allemaal inhoudt. Zie hem,
onmiddellijk vallen. Hè? Van zijn eerste beurt en nu lek rijden. Ja, dat hoort wel allemaal bij het vak. Maar het is toch ook wel echt eigen aan de Tour. Maken dat je recht blijft, daar komt het ook op aan. En vandaag ook zeker inzet van de dag, die bolletra. Hè? Want als je hier een paar keer boven komt, en Taramé is daar vooral mee bezig, kan hij er nog langs. Als je hier een aantal keer als eerste boven komt, dan kun je hem heel lang dragen. Hè? Ja, vandaag kan er toch heel veel punten vergaard worden. En dan ben je toch wel zeker tot bijna het weekend dat je de trui zeker gaat houden. Dus het is inderdaad toch een van de truien waar nog niet mee gereden is. In deze Tour de voorbije twee dagen door gebrek aan bergen. Maar vandaag is inderdaad wel veel punten te verdienen. En is het Lloyd die overpakt? Ja. Matthew Lloyd, Taramé. Het is nog een beetje kijken. Is het Pinot die van de kop afgaat? Het is toch wel een aanwijzing dat die Taramé dat die daarmee in zijn kop zit. Want ja, die kan dat ook in het hoge bergte, hoor. Ja, Taramé is zeker een renner die ook op alle treinen mee kan. En zeker ook inderdaad in het hoge bergte. Pino is eerst erboven. Ja. Voor Lloyd en dan Taramé. Voilà, 3, 2 en 1 punt. In de bagatelle. Maar, pas op, je kan er vandaag wel in totaal 21 verdienen. Ja. Dat moeten ze natuurlijk nog wel redden tot over de top van de Rosier. En dan zou deze... De bevoorrading is juist achter de rug. Ik denk dat nu nog wel de moment is om eventjes te temporiseren. Om dan strak echt vol te gaan en te gaan terugnemen. Dus hebben de mensen van Cervélo hebben natuurlijk ook niet alle baat bij om direct die finale te gaan openen. Hè. Voor hen is het de laatste klim op tijd genoeg om ze terug te nemen. Dus ze zijn inderdaad nog wel, ze moeten toch nog wel eventjes temporiseren. 4 minuten staat daar en 4 minuten en 5 lijkt me inderdaad nog juister. Want dat is de laatste boodschap van Radio Tour. Ah, hier. Petacchi laat zien hoe kloeg hij nog altijd gebouwd is. Ja, is het blijkbaar te warm. Niet evident. Nu zal hij toch wel al bijna fris gaan krijgen, denk ik. En nu gaat hij toch wel in de problemen komen om zijn trui te gaan... Maar ik denk dat er, het is natuurlijk niet elke dag zo dat iemand dit soort vestimentaire trucjes gaat uithalen. Maar zo van hoe, bijna, dat heb je toch een keer of 10 per dag in zo'n parool. Ja, dat is waar. Dat is inderdaad, dat is iets waar je als renner een ganse dag bijna mee geconfronteerd wordt. Het is altijd een kwestie van de concentratie er toch bij te houden. En als je ergens een zwak moment hebt, of als je voelt dat je de concentratie een beetje aan het verliezen hebt en een beetje adem nodig hebt... Dan kan je beter eventjes achteraan in het peloton gaan rijden. Ik dacht hij gaat zijn verteerbare kost verliezen, ja. Maar die is er toch netjes ingebleven. Juist gepast. Ah. Roelands gisteren 10e. Ook dat moeten we een klein beetje in het oog houden. Wel is natuurlijk de vraag, wat heeft hij nog over na zo'n lange vlucht? Gaat hij straks, als ze gegrepen worden, als dat al gebeurt, nog een finale kunnen rijden? Het is Lloyd die naar de kop gaat. Roelands bewaart de rust. En achteraan hier in het peloton komt een pakketje renners weer aansluiten. Het is altijd wat wennen. Hè? Als je naar de Tour de France kijkt, dan staat daar linksboven nog 89 kilometer. Of je begint aan een uitzending en dan staat er nog 210 kilometer. Roelands in zijn dode eentje. Of gaat Turgot toch nog eens komen? Ja, ja, Turgot van achteruit. Die gaat hem toch nog eens dwingen wat meer gas te geven. Maar veel heeft het niet om het lijf. Roelands op zijn dode gemakje. Ja, toch goed wat Jurgen doet. Ik denk dat de punten die je kan nemen, moet je nemen. Dat is mooi. Ook hij is misschien iemand inderdaad wel voor een mooie klassering kan gaan voor die groene trui. En dan is ieder punt dat je kan meenemen toch altijd... Toch altijd meegenomen, zeker als je in die situatie zit. De 16 punten heeft hij tot dusver getotaliseerd voor deze etappe. Komen daar nu nog bij, Tom? 6. En hij had er al 6, hè? Dus 12 punten bij. Dan komt hij aan 28, pas op, hè. Dan komt hij toch al in de buurt van een Rancho en een Petacchi en zit hij al over hun soft. Een beetje pover, ook voor zijn dramatisch val in Luik-Bastenaken-Luik. Geen echt goed seizoen tot dusver. Het is Turgot, zoals ik zei, dus ritwinnaar in de driedaagse de Pannekoekseide. Dan komt Rein Taramé zijn beurt doen. En hier is Marcus Burkhardt,
fantastische stylist. Daar is Matthew Lloyd, ritwinnaar in de Ronde van Italië. Laten we dat niet vergeten. Dan komt hier Jérôme Pinault, die maar wat fier was dat hij een contract kreeg van Patrick Lefevre en voor Quickstep kon uitkomen. Achteraan dan hier Gavazzi, Francesco Gavazzi en Jurgen Roelands uit Sint-Martens-Bodegem als neoprof Belgisch kampioen geweest. Ze zijn bezig aan de Côte de Filo. Dat is de tweede klim die meetelt voor het bergklassement in deze Ronde van Frankrijk. Vandaag in totaal 21 punten te verdienen. Als je goed je verstand gebruikt en je kan overal als eerste boven komen, dan kun je hier een enorme goede zaak doen tussen vandaag en morgen maximaal, vandaag en vrijdag maximaal 24 punten te verdienen. Ja, ik zei, het is een uitgelezen kans, hè. En die bolletjestrui, dat spreekt toch nog altijd aan. Ik herinner me ooit een keer dat Sanini de bolletjestrui genomen had in een Tour. Geweldig zicht. We hadden een geweldig grote bollen gezien. Zanini toch wel de breedste renner van het peloton was. En die hem ook nog heel lang verdedigd heeft zelf. Dus die bolletjestrui is toch een van de grote symbolen in de Ronde van Frankrijk. Hoor. Burkhardt, die ronduit kiest voor de aanval. Zegt dat ook wel een beetje over de tactiek, het concept bij BMC? Je ziet hem ook goed mee ronddraaien. Pas op, hij is zeker niet kansloos mocht deze groep nog een tijdje vooruit blijven en mocht hij daaruit wegschieten, want het is een enorme fonceur. Je zou het ook anders kunnen stellen. Burkhardt, jij hoort bij Evans te zitten. Ja, maar ik denk dat ze nog... ze hebben ook wel al iemand verloren, maar zijn nog dan... nog 6 renners voor Evans te beschermen. En ik denk dat zelfs in deze Tour, met de massa aan ploegen die erin zitten, die telkens weer een kopman willen met 4-5 mensen beschermen, dat je beter de tactiek kunt gebruiken van er 1 of 2 mensen maar bij te zetten en een veel kleinere groep te vormen om zo je kopman bij te staan. En als er dan inderdaad iets een probleem hebt, dan kan je nog altijd iets rechtzetten. Maar zo voortdurend die rijen van 6-7 renners op een rij, dat vraagt ook om veel problemen en veilig ook wel veel ruzie binnen het peloton. Dus misschien is het beter van de groep rond de kopman het ook iets kleiner te gaan maken. Dan gaan veel minder problemen opleveren van voorop. Ik krijg een sms'je van een collega, wiens naam ik niet ga noemen, maar ik ga toch wel eens een vraag stellen. Wat doen die krabbers van Fouton Cervetto in dit peloton? Het is inderdaad niet echt indrukwekkend, hè, als je dat lijstje met namen bekijkt, Tom. Fouton Cervetto, Capecchi, Benitez, Touran, Eibegger, Mayos, Aitor Perez, Rafael Valls. Kleine abstractie voor Fabio Fellini, want dat is een coming man in de sprint. We gaan zien wat ze gaan doen in de Tour. Hè. Het zijn inderdaad niet de bekendste namen. Ook zij zullen het moeten gaan hebben van een aanvalsdrift. En inderdaad te gaan aanvallen en op die manier een beeld te gaan vormen in de Tour. Lekker band voor Jurgen van den Broek. Daar, op de Côte de Filo. Een vervelend moment. Marc Sergeant, altijd kalm. Ja. Zeg je volmondig? Ja, nee. Ik denk dat Mark altijd de rust bewaart. Hè. En onmiddellijk opgewacht. Ah, dat doet deugd natuurlijk. Hè. Direct 3 mannetjes. Hij is kopman. Ja, en zo hoort het ook te zijn. Hè. Hij pocht met de inzet van zijn mannen en de sfeer in de ploeg. Ja, de sfeer is toch blijkbaar heel goed. Het is ook een ploeg die toch wel... ook in de voorbije Giro moet ik zeggen dat ze enorm mooi gepresteerd hebben als groep ook. Heel veel in beeld geweest, rit gewonnen. Heel goed in beeld geweest en denk dat ze gewoon de lijn gaan doortrekken. Maar het is ook een ervaren ploeg. Het is ook een stuk voor stuk ook renners. Ervaring en jong geweld bij elkaar. En ze hebben inderdaad wel enkele doelen voor ogen. Dus ik denk dat ze zeker in deze Tour... mooie dingen gaan laten zien en ook wat mee een duidelijk doel naar voren komen zijn. 1 Jurgen en dan toch ook wel denk ik voor de etappezegers te gaan. Nu is benieuwd wie hier voor de bolletjes gaat. In principe zou dat weer Pinault moeten zijn. We zien Taramé ook al opschuiven. Ook Matthew Lloyd, die zal misschien wel gegang gemaakt worden deze keer door Roelands. Roelands die daar nu overneemt. Matthew Lloyd. Een stille jongen. Als een stil wielenwaaltje kruip je door het rennersbestaan. Maar ik weet dat ze bij de ploeg maar wat blij waren met die overwinning in de Giro d'Italia. De 6e etappe was dat in Carrara na een solo.
Roelands, die weliswaar een beetje vergeten is te winnen, maar daarnaast als renner toch wel degelijk een vooruitgang gemaakt heeft, meer body gekregen heeft. Meer volume ook. Ook meer volume ingebouwd heeft in zijn trainingen naar grote wedstrijden toe. Een lange termijn, denk ik. Ja, ik denk dat Jurgen is een zeer talentrijk renner. Hij heeft al bewezen dat hij heel mooie dingen kan doen in de sprint. Ook sterk tegen de klok. En nu is het aan hem gewoon voor verder te blijven ontwikkelen. Vandaar ook dat deze Tour niet slecht is. En een val. Er wordt een val gesignaleerd van het nummer 105. Sebastian Lang, die zagen we net met Jurgen van den Broek mee inschuiven. Heeft hij daar vooral door oog te hebben voor Jurgen van den Broek iemand voor hem geraakt? In elk geval, dat is wat men gesignaleerd heeft in de wedstrijd of over de wedstrijdradio. Voorlopig krijgen we daar geen beeld van. Het zal misschien niet zo erg geweest zijn. Nog 73 kilometer. Het verschil tussen de kopgroep van 8 en het peloton is nu 2,5 minuut. Nog altijd Andreas Klier en co. mee vooraan. We zien nu ook de ploeg van Liquigas zich een beetje manifesteren. En Paulinho is de man met dienst hier voor Radio Shack. Daar zit ook Luis Leon Sanchez. Ja. En die heb je ook genoemd, hè? Ja. Turgot is weg en Pinot wordt door Chavanel naar voren geloodst. En Lloyd, die heeft daarop gewacht. Ja, die heeft hem in het wiel van Pinot gezet. Misschien zijn deze bergen nog niet echt, denk lastig genoeg voor Lloyd om eventueel Pinot keer op keer te kloppen. Maar het belangrijkste is dat hij meedoet. En Taramee van ver. Pinot die het nu zelf moet opknappen na het werk van Chavanel. En Lloyd die dan meegaat. Taramee, daar zat inderdaad wel kracht op. Maar Pinot toch wel iets gebalder, iets explosiever. Misschien wel niet stijl genoeg. Al doet Taramee dat hier uitstekend. De Fin. Dat is toch wel een serieuze inspanning hoor. Oei, van zo ver. En hier komt Pinot. Iets ouder, wat meer geduld. En dat helpt altijd in het leven. Het is soms heel moeilijk in te schatten, die tussensprinten. Ze staan altijd aangegeven, maar meestal is dat pas op dag 500 en dan de meet. Soms is dat heel moeilijk in te schatten en dan is het inderdaad wel een beetje een ervaring. Soms een klein beetje geluk misschien om de sprint te winnen. Maar hij heeft dat perfect afgewerkt. Toch een serieuze investering van energie, hè, mensen. Oelalalala. Sprintje van 300-400 meter. Ja, maximaal. Hè. Dat is, je wint dat niet aan 90%. Dat is echt vol sprinten. En die sprinten zitten meestal wel een kilometer of 4-5 nog wel in de benen. Dus dat voel je toch wel. Pino, Taramee, Lloyd. 6 punten in totaal voor Pino. Hij is bezig, hè? Hij is bezig aan het bouwen van een mooi totaal. Dat kan hem bollen opleveren straks. Maar hij zal nog een paar keer uit zijn pijp moeten komen. En Lang is ook teruggekomen. Is ook terug in het peloton achteraan. Hele nuttige figuur die Lang. Ja. Heeft al zijn persoonlijke ambities weggeveegd naar Armstrong. En nu alles in dienst van een kopman. Ja, en in dat vak is hij natuurlijk ook een heel goede waarde. Vorig jaar enorm veel werk gedaan voor Evans. Had hij hetzelfde nu, gaat hij zeker hetzelfde doen voor Jurgen. Ik denk dat ze daar heel veel plezier aan gaan beleven. Popovic moest daar een duik nemen. Verkijk je niet op de gezichten die jij trekt. Hè? Het is altijd al een goede acteur geweest. Ik kan inderdaad soms bedriegende gezichten. Die proloog, dat was toch best wel indrukwekkend. Vooral de manier waarop het wist door te trekken tot kilometer 8,9. We zagen Maarten Cialinghi door het beeld flitsen. Cialinghi die weer zijn weg zoekt naar voren. Proviant gaan ophalen. Drank zagen we ook. Dit is waarvoor hij vooral hier in dit peloton zit. En er bestond niet de minste twijfel over de selectie van Maarten Cialinghi. Maarten Cialinghi is een enorm sterk renner. Ook op alle fronten thuis. Ook iemand die vanmorgen een hele belangrijke rol gaat spelen, denk ik. Voor een kopman Geesink en Menchov. De twee kopmannen die ze hebben. Dus hij is daar ook zeker een hele belangrijke pion in. Samen met Koos Moerenaert, die toch ook wel over de nodige ervaring beschikt.
Dus alleen daar al voor mochten ze hem wel meenemen. We zitten weer in de kopgroep, dames en heren. We gaan van Chavanel over al de andere ruggen hier naar het front. En daaruit nog altijd piepjonge Tara mee. Hoe oud is die nu weer? Even kijken. Oh, Gerard God, 23. De allerjongste in het peloton is Feline van Futon Servetto. Die is slechts 20. Dat is heel jong, hè. Dat is bijna, ik zou zeggen, toch te vroeg om in dit soort niveau te gaan presteren. Het is toch beter dat je iets langer kan rijpen en iets meer ervaring gaat opdoen. Er is een val gesignaleerd van Charteau. En er is ook nog iemand bij van de ploeg van Caisses d'Epargne. Daar stonden ze langs de kant, of staan ze nog altijd. Charteau is hier de man in beeld, die van Bibox Bouygues. Charteau, de kilometervreter van vroeger bij Crédit Agricole. Ook Leipheimer wordt gesignaleerd bij degene die daar even voet aan de grond moesten zetten of helemaal tegen de grond lag. Charteau moet zelfs zijn voorwiel rechten en dat doet hij nog altijd op deze manier. En moet ook nog eens zijn rem goed kloppen. Het moet vlug gaan, hè. Het beste dat je er niet te veel bij nadenkt, dat je gevallen bent, dat komt wel na de aankomst. Rap die fiets terug in orde brengen en zo vlug mogelijk terug naar voren. Want in het derde uur halen we een Luik Bastenaken-Luik gemiddelde 38,7 ton. Na openingsuren van 46 per uur. Het algemeen gemiddelde is daardoor een klein beetje gezakt. We zitten nu op het schema van 44 per uur. Uitslag van de tweede etappe van de Ronde van Oostenrijk. U hoort al een grijns in mijn stem. Van Landeck naar de Kitzbühelhorn. Aankomst is boven op de Kitzbühelhorn. 1 Rico, ook de nieuwe leider. Rico, u kent hem wel. Het is Nicky Sørensen. Ook een vaste waarde. En als hij af en toe zijn kans krijgt, dan doet hij daar wel goede dingen mee. Zie maar zijn rit zeggen vorig jaar. En daar Ivan Basso. Vinokourov of achter Basso, Sanchez, ze zitten allemaal vooraan. En al van vrij ver, vind ik. Ze zitten al op toch al enkele kilometers dat iedereen vooraan zit. Attent, hè? Ja. Daar zitten. Pertinente vraag, vind ik. Misschien weet jij een oplossing. Gele trui, gisteren gevallen. Wat is de geëikte positie in een sprint voor de gele trui om recht te blijven? Om zo weinig mogelijk kans op een valpartij te lopen. Ja, in feite zijn er maar twee mogelijkheden. Ofwel zit hij helemaal vooraan. Ik zou zeggen in de punt van het peloton. Maar vanaf als je op de derde of de vierde rij wordt, wordt het echt wel gevaarlijk. Dan kan je soms wel beter opteren voor iets verder te gaan zitten. En op die manier toch iets meer reserve te houden als er iets gebeurt. Dat je toch kan corrigeren. Die derde en die vierde rij in de peloton zijn toch levensgevaarlijk. Daar heb je nog een mengeling van sprinters of mensen die toch nog een prijs willen rijden. Een stuk klassementsrijders nog. Een stuk achteraan begint er toch iets meer ruimte te komen. Dan kan je soms toch beter anticiperen op hetgeen dat mogelijk misgaat. Côte de Verbeaumont, daar zijn we nu al. We zijn al bijna boven. Eens kijken wat ze nu gaan doen. Die komt wel vrij dicht na die vorige. Dus die inspanningen van daarnet die kunnen toch nog misschien weer een beetje doorwegen. Tarame zit nu aan het wiel van Pino. Het is Chavanel die net als bij de vorige klim het werk opknapt. Is het tempo hoog genoeg? Nou ja, Pino heeft voldoende veerkracht om het desnoods zelf te doen. Chavanel die zeker ook het middengebergte aan kan. We zagen die in de voorbije edities van de Tour de France zelfs ook in het hoge bergte meegaan in een lange vlucht. En allrounder met andere woorden. En Jurgen gaat. Ja, die gaat Lloyd meepikken. En dan moet Pino reageren. Dat doet hij gezwind. Tarame zal wellicht iets langer wachten. Heeft hij daar het geduld voor? De anderen doen aan dat spel niet mee. Ook de snelle Cavazzi. Als de cameraman nog even kan opschuiven, dan kunnen we het meemaken van de eerste rij. Daar gaat Tarame. Tarame, dat lijkt me inderdaad weer van net iets te ver. Zie de alertheid hier van Pino. Het zijn weer dezelfde drie die gaan strijden voor de punten boven op de top. En daar gaat nu Pino. Daar gaat nu Pino. Jeromeke speelt Jeromeke. Tarame probeert nog te weerstaan. Er is niks aan te doen. Pats. 6 plus 3 is 9. Ja.
De vraag is waarom de Taramei toch altijd dat tikkeltje te vroeg vertrekt. Is dat bijna een ideale positie? Hij is hardleers. Ja, hij kon beter toch nog wel een 20, 30 meter gewacht hebben voor alleen aan te zetten. Misschien zit meneer De Luy, de ploegleider met dienst, nu te voeteren. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat is nu de derde keer dat je op die manier laat doen. Maar hij heeft toch weer 2 punten bij. En het is ook een man, nogmaals, die een hoge berg aan kan. Daar Alberto Contador. Zou hij daarmee zitten met die 5 seconden? Ik denk het niet. Hoe kan dat nu? Dat je in een proloog start en dat je niet weet van hoe het weer er zou kunnen uitzien. Dat is inderdaad een rare... Ik vind dat ook een rare opmerking. Zeker in een ploeg waar bijna alles in de puntjes verzorgd wordt. Die bijna maniacaal bezig zijn met materiaal en andere dingen. Sommige ploegen hebben recht op onder andere Colombia, onder andere valpartijen. Oh, wow. En daar zijn er een paar die erbij liggen. Zou er in diezelfde bocht geweest zijn? Elminger. Ja, Elminger, de kampioen van Zwitserland. Die is makkelijk detecteerbaar. Daar is een jongen. Is dat Koenig? Nee, is iemand anders. De Spilak. De Sloveen, die misschien voor hem gelukkig tegen of in de gracht beland is. Hier met het nummer 52 zien we Dean. Dean, die ook een beetje geschonden is, maar die weet wel hoe hij moet vallen. Want dat is ook een kunst. Hier is Lang, die staat weer te voet. Jurgen van den Broek staat ook weer te voet. Die is gevallen, denk ik. Ik denk dat Lang gestopt is. Dit is de laatste, denk ik. En dat ziet er niet goed uit. Nee. Dat ziet er niet goed uit. De Lage. Nee, die is niet goed. Die moet gaan neerzitten. Dr. Porte daarbij. Duurt ook een tijdje vooraleer dat Jurgen van den Broek weg is. De Lage daar ongetwijfeld onzacht in contact gekomen met die valrail. Oei. Porte duidelijk bezorgd. En de camera doet er goed aan om niet echt in te zoomen op dat beeld. Niet al te close te gaan, want het zag er niet echt kosher uit. Bebloed overal. Nu is bloed niet altijd het allerslechtste teken. Maar die houding van links en rechts wat vasthouden, wat ondersteunen, dat staat ons minder aan. Ja, dat is niet. Dat is meestal een slecht teken. Laten we eens hopen dat het goed afloopt, maar het zag er toch zeker niet zo goed uit. Op minder dan 60 kilometer van het einde, dames en heren, begint het weer zijn tol te eisen. En zou het wel eens kunnen, laten we hopen van niet, dat Omega Pharma, dat vandaag nadrukkelijk in beeld is met 2 mannen vooraan, een mannetje gaat verliezen.